Hallo iedereen, we zijn net aangekomen op de camperplaats in Hulst. En ik moet zeggen, het ziet er helemaal anders uit dan toen we hier enkele jaren geleden waren. Nu is dat een mooie camperplaats, mooi verhard. De vorige keer was het nog een gewone traditionele parking eigenlijk. We stonden geparkeerd tussen de gewone wagens. Maar nu is het echt wel mooi afgewerkt. Mooi verhard. We mogen maximum 72 uur staan, zie ik. En de prijs bedraagt zo'n 12,50 euro per 24 uur. Dus ik laat jullie zometeen eventjes meegenieten van ons zicht. De camperplaats is voorzien van 12 ruime parkingplaatsen waar zeker ook de grotere campers kunnen staan. Er is ook een serviceplaats aanwezig waar je water kunt lozen, water innemen en je kan er ook je cassette toilet lozen. Naast de camperplaats is er een groot winkelcentrum waar onder andere de Jumbo, de Albert Heijn, de Aldi, het Kruidvat en natuurlijk nog heel veel andere gevestigd zijn.
Ons weekendje Hulst zit er al vast, zit erop. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. En we mogen afsluiten in het zonnetje. Wat willen mensen nog meer? Abonneer u op ons kanaal, dan mis je natuurlijk geen enkele video van Steve en Saskia on the road. En hopelijk tot de volgende video. Bye bye!